Hallo kijkers van Mark Spencer, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met The Sims 4. Ik had een paar afleveringen gemaakt, maar die lekte echt zo enorm, dus toen dacht ik, dat doe ik maar eventjes niet. Dus ja, tussen die twee afleveringen heb ik wel wat geld gecheat, want ja, dat vind ik wel fijner. Dan kan ik wat meer bouwen. Bijvoorbeeld een studiekamer die ik heb gebouwd, want dat zie je dus dadelijk wel. Maar in ieder geval, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Hij laat nog steeds. 20 jaar later. Zo, we zijn er. En hier waren we gebleven. Even kijken, wat moest ik ook alweer doen? Niks. Oh ja, ik ben over een uurtje alweer op het werk. Ik ga nog wel heel eventjes snel slapen. Gewoon nog even wat energie erbij halen. Zo. En dat doet weer eventjes. Oh ja, dit is weer een soort steen. Oké, nu ga je even dit graven. Dan ga je dat even wat eten en dan ga je weer naar bed. En je gaat pannenkoeken eten. En dan ga je slapen. Zware metaal. Oeh. 30 euro. Ja, dat wil ik verkopen. Oké, we gaan even deze koelkast veranderen. En we zetten deze neer. Die is zoveel mooier. Er zit zelfs zo'n machine in. Ik weet niet precies wat het is. Voor het drinken volgens mij. Jezus Mark, wat doe je nou weer? Oh, Mark got these skills in my pocket. Zo, gaan we maar eentje eten. En nu slaapt hij weer. En opeens had ik wel ontiegelijke lag spike. Ik weet niet hoe dat komt, maar maakt niet uit. Oh, omdat ik slecht gemaakt eten heb, omdat ik niet genoeg heb geslapen. Is dat een vieze nasmaak geworden? En dit is onze nieuwe kamer, best wel mooi.
En hierop gaan we dadelijk een spelletje spelen en toernooi beginnen, Sims voor altijd. Een beetje beter met gamen, mooi. Zo, ik ben helemaal vrolijk. Ah, geen prijs. Ja, kan het beste gebeuren. Oh ja, nu gaan we even zetten totdat het helemaal vol zit. Wat bedoelen ze eigenlijk met penmaatje? Dat stond er net. Zo, tot nu toe heeft hij weer genoeg chat. Even wat eten. Tilapia, wat dan ook dat is. Rotzooi, waar is de rotzooi dan? Oh, dit is vies. Dat zie ik niet zo snel. Even nog naar de wc. In bad gaan. Zo dadelijk moet je alweer aan het werk. Nee, je mag niet binnenkomen. Op zich vind ik het ook nog best wel handig dat ik nog ben met één persoon ben, want anders ben je zo druk bezig. En dan kan ik niet tegen. En ik het weer naar het werk. Wat zit hier dan weer te glinsteren? Ik kan het gaan oorsten, maar ik kan het ook bekijken. Nou, ik laat het gewoon staan. Ik weet niet wat dit is. Gewoon gaaf. Dan moet je zo dadelijk gaan slapen. Nou, laten we eerst dan maar gaan een snelle maaltijd gaan eten, oftewel chips. En dan slapen. Kalksteen en daar kan een fossiel in zitten.
Dat is ook weer goed. Zo duur, moet je dat ding dan gewoon dicht smijten? Kapot. Een versteend ei. En dat kan ik voor 70 euro gaan verkopen. Doen. Ja. Cornflakes eten. Ik heb dat eigenlijk nog nooit in het echt gehad, hè? Cornflakes. Moet ik eigenlijk een keer doen. Maar ja. Dagtaak is voltooid. Penmaatje vinden. Ja, ik weet niet wat het is, dus ja. Nu achterachter of er iemand reageert. Ja, ik weet niet wat het is, dus kan ook zijn voor vrienden of zo. Oké. Okay. Programmeren. Game modificeren. Sims voor altijd. Oh ja, waarschijnlijk moet hij straks weer werken. Kan hij daar nog wat gaan eten? Dat lijkt me ook wel logisch. En er ligt nog een steen in mijn tuin. Een verbolgen klant neemt contact op met Mark en vraagt geld terug voor haar nieuwe smartphone. Kan de klant het aankoopbedrag gewoon retourneren en weer verder geven waar hij gebleven was. Of hij probeert te kalmeren en dan
Eerste klant kan neer. Deze keer op hebben gericht. Klein. Oké. Okay. Die doet maar. Wie dat ook was. Ik ga even een upgrade aan het kamertje geven. Dit kamertje is niks. Verkoop. Nou, ik heb geen kamer meer. Oh no. Deze vind ik wel heel mooi. Of laat ik deze maar doen. Kan ook. Ja, dit moet dan helemaal weer veranderen. Ja, een deur daar middenin. Dat hoeft natuurlijk niet. Zo, daar heb ik weer een mooie kamer met twee bedden. Dan kan ik natuurlijk de badkamer ook wel helemaal weghalen. Deze vind ik wel mooi. Zo. Dan heb ik dit weer mooi gedaan. Dan komt Mark thuis en dan denkt hij van, what the fuck is hier veranderd? Promotie, jee.
bezig. Dan moet hij eten. Dan moet hij douchen. En dan ga je maar weer gamen. Lied of wat dan ook. Heel zitten. Zo, dat is beter. Oké, hier moet ik even een lampje plaatsen, want daar is het een beetje donker. En hier ook een beetje. Verlichting. Nee, gewoon. Zo, dan maakt het daar toch nog wat lichter. Dat hij alweer bijna moet werken, serieus. Moet hij wel werken, ja. Oké. En hij gaat weer naar het werk. Jezus, wat gaat het snel. Oké, dat is weer beter. Ga je maar eerst voor wat koeken. Vistacos. En dan ga je slapen en dan sluit ik de aflevering af.
4 vliegjes. Oké, nou dit was dus de aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like, abonneer op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.